Ja, best wel veel. Het is imponerend. Het komt echt binnen. Overal prikkels. Het is alsof je vroeger op zijn bureaustoel ging draaien om er duizelig te worden, om dat effect te krijgen. Dat hoef je nu niet meer te doen. Je kunt hier gewoon naar binnen stappen en je bent al je houvast kwijt voor je gevoel. En je oriëntatie en je balans. Ja, vrij veel. Ik heb er zelf een aantal gevoeld. De laatste was hier in de stad, 4 uur 's nachts. Heel angstig gevoel is het, alsof er een trein onder de grond aankomt, een soort onweersbui. Maar er was geen onweer voorspeld en toen had ik door dat het onder de grond zat. Het begon te rommelen, te trillen, het hele dak begon te schuiven en het was weer weg. Maar het is zeer angstaanjagend en dat is maar één kleine aardbeving geweest. De dreiging die boven de regio hangt is verwoestend, beklemmend. Mensen zitten helemaal in het slop, kunnen geen kant op. Ja, het is eigenlijk een enorme stille ramp die zich volstrekt boven Groningen. Ik denk dat kunst vooral over maatschappelijke thema's gaat en moet gaan. Het is een weerspiegeling van de tijd, het is een herkenning van de tijd. De geest van de tijd zit vaak gevangen in kunst. En deze tijd is in Groningen natuurlijk de tijd van aardbevingen. Dus dat zul je moeten terugzien in de kunst. En dat is ook voor slachtoffers en gedupeerden belangrijk, denk ik, om zichzelf daarin te herkennen en een stukje erkenning te krijgen.